Je moet eenmaal ergens je tijd in stoppen en dat is nu ballen. Ja, 15 miljoen volgers op Instagram, hè, als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja. Volgens mij is dat ook een belangrijke factor voor het succes van Baller, of niet? Ja, ik denk wel de grootste factor. We hebben natuurlijk ook Twitter, Facebook. We hebben met Snapchat hebben dingen gedaan. Maar Instagram is wel echt de allergrootste, maar ook wel gevaarlijk. Want we hebben een aantal keer gemerkt dat ze hun algoritme gaan veranderen. En dan heb je ineens van bijvoorbeeld 10.000 likes, heb je ineens 5.000 likes. En ja, dat is wel iets waar we wel een beetje bang voor zijn. Dat Instagram op de een of andere dag zegt van... we gaan iets helemaal anders doen. En daardoor zijn we nu ook wat kijken om inderdaad in de retail te gaan. Om daar toch niet alleen maar afhankelijk van social media te zijn. En we willen ook misschien wel wat meer de traditionele media gaan opzoeken. Omdat je kan niet afhankelijk zijn van één medium. Als je ziet bijvoorbeeld MySpace of Hives die er al niet meer zijn. En dat denk ik niet dat het met Instagram zal gebeuren. Maar je moet toch wel je risico verspreiden. We zouden eigenlijk een pop-up gaan doen van een week. En we eindigen met een contract van 2 jaar. Maar... Goed onderhandeld door de tegenpartij. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar ik denk wel dat dat ons merk er klaar voor is. We krijgen heel veel aanvragen van waar in welke winkel we liggen. Er worden heel veel nagemaakt. Waardoor mensen waarschijnlijk... Het online kopen misschien net een stap te ver is. En daarnaast hebben we producten die gewoon heel erg prijzig zijn. Die wil je eigenlijk voelen en zien en aanraken. En dat kan, online kan dat niet. En daardoor denk ik dat een winkel wel echt een logische stap voor ons. En dat we ook echt gaan toewaren. Want online zijn we al zo hard gegroeid. Maar nu wil je ook eigenlijk die mensen ook in je winkel laten zien. En laten zien wat echt de beleving van Baller is. En... Maar je kan toch ook een rekje vol met kleren naar de Bijenkorf sturen, dat mensen daar kunnen voelen? Ja, maar dan mis je wel de beleving. En denk nu met een eigen winkel, dan krijg je nog meer de beleving. En dan krijgen ze misschien nog meer waardering voor het merk. En dat is wel het stapje wat we willen brengen. En dat gaan we zeker op een hele leuke manier doen, anders dan andere winkels. Nou hebben voetballers in zaken eigenlijk best wel een slechte combinatie. Hè? Heel veel van die jongens die starten ook in een kledingmerk en daar hoor je nooit meer wat van. Wat maakt nou het verschil met Baller dat dit wel toekomstbestendig is? Omdat ze een heel goed team hebben. Ook de andere twee partners, Hugh Mannes en Ralf de Geus, die zijn er elke dag bij betrokken. We hebben soms tot 1 uur 's nachts nog WhatsApp gesprekken van dit moet gebeuren of dat moet gebeuren. En ik ben er zelf bij en de meeste voetballers die een merk zijn gestart, die hebben hun naam en hun geld gegeven aan iemand die zei dat hij het voor hun zou gaan fixen. En dat is eigenlijk volgens mij 9 van de 10 keer het geval waarom het niet loopt. Ja, ik ben echt met elk detail ben ik bijna betrokken en dat vind ik ook belangrijk omdat ik ook wil weten wat er gebeurt in het bedrijf. En daarnaast denk ik dat het team dat we hebben met die andere twee partners, dat het gewoon heel goed klikt. Ja, uiteindelijk draait alles om marketing en wij verkopen dezelfde materialen als de grote merken die in de PC liggen en dezelfde fabriek, dezelfde handjes werken aan dezelfde tas, alleen hun vragen nog meer geld ervoor als dat wij dat doen, terwijl het in principe hetzelfde, wat ik zeg, dezelfde handjes zijn, alleen hun hebben een andere manier van hun bedrijf neerzetten. Dat is nog luxe als dat wij zijn en daar kunnen ze ook meer geld vragen. Ik geloof een t-shirt in de winkel, wat het kost dat? 80 euro geloof ik? 75 euro. 75, best veel geld voor een t-shirt eigenlijk, hè? Ja, maar je hebt ook t-shirts van andere merken die kosten boven de 1000 euro, terwijl het ook gewoon een t-shirt is. En dat is allemaal marketing. Alles draait om de marketing wat je eromheen draait. En je had een t-shirt ook voor 10 euro kunnen verkopen, dan had je ook nog marge gemaakt. En een tas kan je ook voor veel minder verkopen. Maar het gaat uiteindelijk om de branding, de marketing, het gevoel wat je mensen geeft als ze een t-shirt kopen. En bij ons komt alles in een mooie doos. En als er wat is, dan kan het gelijk terug. En dat is allemaal service en marketing eigenlijk. Hoe komt het dat jij er zo bovenuit weet te springen? We hebben toch goed opgelet. En kijk, de horeca heeft mij in staat gesteld om... we hebben natuurlijk door de horeca een goede cashflow. En we hebben altijd de cashflow gebruikt om te investeren. Dus ja. Nou, en heel hard werken, hè? En hard werken. Hoeveel uur werk je per dag? Nou, ik zit nu ongeveer op een 15, 16 uur per dag. Oké, dus je bent wat aan het minderen. Ja, ik ben aan het minderen. Ja. Je vertelde mij ooit wel eens, ik ben eigenlijk groot geworden in klein geld. Ja, bij ons is het natuurlijk toch de massa. We hebben duizenden bezoekers per dag. En dat moet je vermenigvuldigen met het gemiddelde besteding wat men doet. Ja, vandaag de dag wordt natuurlijk streng verward met consequent.
consequente baas. Ja. Maar als bijvoorbeeld iemand van jouw personeel een telefoon van de zaak heeft, hè, dan wordt hij wel geacht altijd bereikbaar te zijn, toch? Ja, anders, daarom heet het telefoon van de zaak. Zelfs als je gaat douchen, moet de telefoon mee. Dan moeten ze oppakken. Ja, nou ja, dat is toch wel bijzonder. En van jouw andere motto's is dat je altijd open bent, hè, met je zaken. Tenminste, zolang de vergunningen toelaat, ben je open. Waarom is dat? Ja, kijk, als je dicht bent, weet je dat het nul is. Dus onze filosofie, of mijn filosofie, is altijd geweest van, goh, als je open bent, heb je een kans. Mm-hmm. Een gesloten deur, dat is nul. Ja. Dus van, ja, vandaar dat wij ook zeggen, van, we pakken alleen de toplocaties en we willen maximaal open zijn. Ja. Ja, want je zit onder andere heel groot op de Dam, hè? Elk café dat je daar ziet is van jou. Is er nou één tent waarvan je denkt van ja, dat is mijn favoriet? Nee. We hebben eigenlijk in 2008 hebben we eigenlijk, waren ook projecten die minder liepen. En in 2008 hebben we gewoon afscheid genomen van alles wat minder liep, moeilijk liep, lastig liep. En we alleen maar winnaars overhouden. Kijk, dat is eigenlijk hetzelfde als Amsterdam wordt voller, Amsterdam wordt duurder. Dat er natuurlijk heel veel commotie is over dat het duurder is geworden. Nou ja, de vastgoedprijs in Amsterdam ruim 20% gestegen in een jaar tijd. Ja, ik denk dat het nog duurder kan. Ja. Maar de realiteit is natuurlijk gewoon dat wij natuurlijk geneigd zijn, omdat wij één baan hebben. Tenminste, er wordt verondersteld dat je één baan hebt. Ja, met één baan ga je het niet redden. Hm. Maar de mensen die bij ons in Miami werken, of in New York, of in Londen, die in het centrum wonen, ja, die hebben 2-3 banen. Dan is het natuurlijk al anders redeneren over de prijzen. Want ze weten gewoon, ja, met één salaris kan ik het niet realiseren. Dus ze moeten een baan erbij hebben. Dus die mentaliteit is totaal anders. Ja, en niet echt iets om in Nederland jaloers op te zijn, toch? Dat je 2-3 banen nodig hebt om te kunnen overleven. Ja, maar je moet het anders benaderen. Als jij binnen de grachtengordel van Amsterdam wil wonen, dan kost dat geld. Mm-hmm. En als je één salaris hebt en je redt het niet, ja, dan zul je extra geld moet genereren. En dat zijn of overuren of een tweede baan. Dat zijn eigenlijk te verwend en te lui in Nederland. Dat zijn jouw woorden, maar het moet ergens vandaan komen. Ja. Je bent een van de grote initiatiefnemers achter het Chinees nieuwjaar om dat een beetje goed te laten verlopen. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Het is onderdeel van je cultuur en ik geloof in karma. Oh ja? Ja. Ja. En ben je ook als zoveel Chinezen heel erg bijgelovig? Heb jij een telefoonnummer dat eindigt op allemaal 8? Of? Ik heb alleen maar nummers met 8. Ja? Ja. Kentekens met een 8, anders koop ik hem niet. Oh ja. Dus ja, daar ga ik redelijk ver in. Grappig. Ja. Maar ook dat is iets van, je koopt iets. En toen wij ons telefoonnummer kochten van je kent het, is allemaal 8. Toen zei de accountant ook van ja, die vond het belachelijk dat we, of die had wat, de auditafdeling had er wat kritiek op de aanschafprijs. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk realiseren als er een vastgoedbedrijf vanuit China naar Nederland komt vanuit fiscale overwegingen. Ja, die willen dat nummer. Maar niet alleen een Chinees bedrijf, maar met het nummer wat ik heb, heb je ook belangstelling van concurrent van TCA die misschien de markt opkomt. Of politie misschien wel die dat nummer wil hebben, omdat het een herkenbaar nummer is. Dus zelfs met je telefoonnummer zie je handel? Het is handel. Ja. Ja.